Ik heb een gruwelijke hekel aan winter. Winterweer, alles wat ermee samenhangt, kou, sneeuw. Dus waarom zou je in godsnaam tegen ruime betaling elders de kou en de sneeuw op gaan zoeken? Dat zag ik niet voor mij. Ik ben helemaal niet atletisch ingesteld, dus het skiën zou ik waarschijnlijk niet overleefd hebben. Dus lekker thuisgebleven? Ik heb regelmatig lang, lang geleden al die treinen in Utrecht Centraal aanzien komen met de wintersportslachtoffers. Ja, je hoort daar natuurlijk geen leedvermaak over te hebben, maar ik had dat wel eens. Gewoon van binnen? Ja, dat er dus een hele rij ambulances stonden, al die mensen. Of voortstrompelend, of op van die baren, van die verrijdbare baren liggen, naar buiten werden gereden. Ja, ik dacht, dat is jij de schuld. Je gaat iets doen wat je nooit doet, waar je waarschijnlijk slecht voor geoefend bent. Waar je waarschijnlijk al te oud voor bent om dat nog een beetje aardig te doen. Maar goed, ik heb nooit begrepen waarom mensen dat soort van dingen doen. En in de rij staan, waarom verdient dat fenomeen beschrijving? Omdat ik zelf de indruk heb dat we tegenwoordig veel meer en vaker voor meer verschillende dingen in de rij moeten staan. Als je het citaatje iets verder had voortgezet, dan zou je hebben gezien dat ik het vervolgens heb over de virtuele rijen die bij ons voortdurend te wachten staan wanneer wij dienstverlenende bedrijven bellen. Van welke aard dan ook. Het kan privé zijn, private bedrijven of onze overheid. Maar iedereen kent het noodlotsbericht van er zijn nog 17 wachtende voor u. Of vaak nog erger, want nog treiterender is van u bent de volgende in de wachterij. Of, en dan blijkt dus altijd dat degene die ze aan de lijn hebben, die is een half uur aan het woord. Daarbij natuurlijk ook altijd van, dit gesprek kost een euro per minuut. Dus al na 5 minuten denk je, als ik nou ophang, omdat ik boos ben geworden, ben ik wel 5 euro kwijt. Hè? Dus zonde, dus dan blijf ik maar hangen. Ja. Maar is het een symptoom van iets? Ja, het is het symptoom van het feit dat onze dienstverleners, bedrijven die vaak dik aan ons verdienen, te beroerd zijn om hun klantenservice op orde te brengen en daarvoor een callcenter gebruiken. Zijn wij als klanten niet gewoon ook veel eisender geworden? Nou, dat zou kunnen, maar daaraan wordt aan ons goed verdiend. Dus ik zou zeggen, laten die ook wat weer meer veel eisende klanten dan wat beter bediend worden. Als ik vraag hoe was 2022, gaat dan meteen je Amerika-deskundige pet op? Is dat het eerste waar je dan naar kijkt? Nee, in dit geval zou ik toch denken dat de Oekraïne het centrale feit van dit jaar was. Al was het maar omdat ik het totaal verkeerd voorspelde. Ja, wat gebeurde daar? Ja, ik had gedacht dat iedereen die dat zou doen, in casu Poetin. Ik had Poetin altijd gehouden voor een rekenaar, voor iemand die een strateeg. Ja, een coole, rekenende figuur. Hij had op zichzelf ook wel een beetje, zeker in het begin van zijn presidentschap, die indruk gemaakt. En het leek mij dat een militaire, grootscheepse militaire aanval op de Oekraïne, ja, dat enorme risico's met zich mee zou brengen. En ik vroeg me af of dat de moeite waard zou zijn. En, nou ja, en je verwachtte dat hij zich dat ook zou afvragen? Ja, ik dacht dat hij ongeveer zo zou denken als ik. En dat bleek dus niet zo te zijn. Nou is dat natuurlijk een klassieke fout van deskundigen. Dat ze denken dat degene waar ze iets over gaan zeggen, dat die ongeveer op dezelfde rationele manier als zij zelf tot een conclusie zijn gekomen. Is dat niet ook een fout van, nou ja, van mensen, niet alleen van deskundigen, dat we snel denken dat de ander denkt zoals wij? Ja, ik denk het wel. Ja. En dan komt dat je eigenlijk maar van één persoon in deze wereld ongeveer weet hoe die denkt. Dat ben je zelf namelijk. Ja, en dan ook eigenlijk maar matig. Matig, omdat je weet dat je vaak ook zelfs door je eigen familieleden, naasten, mensen waar je een leven mee geleefd hebt, die plotseling iets doen of zeggen, dat je denkt, hallo, wat is er weer een auto op beleven? Ja, dat kan. Ja, wanneer is jou dat voor het laatst overkomen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat is natuurlijk een heel interessante vraag, maar daar heb ik geen boekhouding van bijgehouden, eerlijk gezegd. Maar het is me vrij regelmatig overkomen. Ja, er zijn ook wel mensen waarvan ik het gevoel heb, dat weet ik wel ongeveer hoe ze erover denken. En tegelijkertijd mensen die ik vrijwel even goed ken, waar ik het niet zeker weet eigenlijk. Nee. Zou je nog een keer een voorspelling doen over Oekraïne of over Poetin?
In principe zou ik dat best willen doen. Altijd met de aantekening dat het zijn. Het is mijn min of meer redelijke en samenhangende analyse. En ik heb natuurlijk ondertussen wel begrepen dat de motieven van de Russen eigenlijk in hoge mate emotioneel zijn. En heel weinig te maken hebben met de werkelijkheid. En wie zijn dan de Russen? De Russen zijn in dit geval natuurlijk Poetin en zijn naaste medewerkers, aangezien het een politiestaat is, waarin het overgrote deel van de bevolking natuurlijk geen bal te vertellen heeft. Die overigens, voor zover wij weten, nog redelijk met Poetin door de deur kunnen. Ja, omdat ze geen keuze hebben? Dat zal een rol spelen. En omdat natuurlijk Poetin een enorme reputatie in Rusland heeft opgebouwd als gevolg van het feit dat hij na de immense implosie, de ruïne van de jaren 90... orde op zaken heeft gesteld. Jaren 90, waarin de pensioenen niet meer betaald werden, de medische zorg toch al geen sterk punt geïmplodeerd was. Nou ja, dat heeft hij weer op de rails gezet. Geholpen door het feit dat de energieprijzen eigenlijk vanaf de eeuwwisseling scherp opliepen, zodat hij geld had. Ja, dat geeft wel goedwil. Ja, dat heeft hem ontzettend veel goedwil gegeven. En wat gaat er gebeuren in 2023? In de Oekraïne of in bredere zin? In Oekraïne. Oh, ik wou zeggen, anders doe ik even een vulkaanexplosie. Dat ja, dan doen we, doen we die ook. Mij waarschijnlijk zal de Bromo zijn of de Merapi of een van die Javaanse vulkanen. Daar komt altijd wel wat uit. Geheid. In de loop van het jaar. We hebben ze allemaal nog op school geleerd, ja. Ik niet meer. De luisteraars grotendeels niet meer, maar ik nog wel. Ja, de vulkanen in Indonesië was de lesstof. Je moest alle vulkanen op Java kennen. De grote vulkanen die regelmatig actief zijn. Bijvoorbeeld de Merapi en de Bromo en Tangguban Prau. Zo had je er nog een paar. Dat kwam dat in de bosatlas die wij op school gebruikten, die gingen nog geheel vanuit dat ons Indië niet verloren zou gaan. Dus in hetzelfde rijtje als Hoge Zandsappermeer en dat soort dingen was er ook een rijtje met. Precies, Hoge Zandsappermeer, Finsterwolde, Beerta. Dat hadden wij dan met de vulkanen. Maar ja. Ik weet ze niet allemaal meer, maar als de Bromo uitbarst, denk ik, ach, daar hebben die lieve Bromo, heb ik niet voor niks geleerd. Ik weet waar die is. Precies waar die is. Ja, wat gaat er in dit jaar gebeuren? Dat is natuurlijk ten eerste een heleboel dingen die we niet verwacht zouden hebben. Een heleboel dingen die we wel verwacht hebben. Ik zou beetje zoals het enorm leven. Verbazen als er een serieus te nemen vredesproces in op gang zou komen in de Oekraïne. Maar dat is niet uitgesloten. Waarom zou het je verbazen? Omdat beide partijen natuurlijk expliciet hebben laten weten dat ze onder de huidige omstandigheden zo'n proces helemaal niet willen. Nu zegt Poetin ineens dat hij wel wil onderhandelen. Maar je voelt wel een beetje aan je water dat hij natuurlijk voor hem is elke vorm van pauzeren. Want hij zal aan die onderhandelingen natuurlijk voorwaarden koppelen van dan wil ik niet de hele tijd beschoten worden of dan moeten de Oekraïne stoppen met offensieve acties. Ja, en dat is. Dus dat zijn de onderhandelingen voor de onderhandelingen? Ja, ik neem aan dat die dan gevoerd zouden worden. En als je natuurlijk, als de Oekraïne, zou wel een beetje gek zijn als ze het initiatief wat ze duidelijk hebben en ontwikkeld hebben, als ze dat uit handen zouden geven zonder dat ze daarvoor ook serieus beloond zouden worden. En dan nog. Kijk, Zelensky heeft altijd gezegd, ik wil de complete soevereiniteit terug over Oekraïne zoals het bestond voor 2014. En dat kan hij op zijn buik schrijven. Laten we niet vergeten, het conflict in feite al in 2014 is begonnen. En toen, dat heeft jarenlang voortgezakkerd, maar ook daarin zijn nog 14.000 mensen gesneuveld of zo. Maar jij denkt, die komen niet bij elkaar aan tafel komend jaar? Nou kijk, voorlopig zullen ze zeker niet bij elkaar aan tafel komen. Dus dat zal met via een intermediair gaan, een complexe organisatie of zo. Of ze hebben, gebruiken die tafels van Poetin, zoiets in die geest zal het zijn. Omdat ze natuurlijk voorlopig, ja, als je elkaar systematisch voor oorlogsmisdadig hebt uitgescholden, moet je er wel aan wennen. Het probleem natuurlijk met Rusland is dat het niet weggaat. Ons hele probleem met Rusland is dat het niet dat weggaat. Dat er is, dat het er ligt daar. Het is daar. Het zal niet plotseling opbreken. Je hebt ook allemaal mensen die dan met een zekere, moet je dat zeggen, een soort wensdenken zeggen, kan hij niet van de trap vallen dat hij dood is? Heeft hij niet een ernstige ziekte waardoor hij spoedig zat naar zoveel? Dat is natuurlijk allemaal een beetje wishful thinking. Nee, ik denk dat hij eigenlijk in vrij redelijke conditie is voor een 69-jarige. Die kan nog wel even. Ja, dus dat kan hij al 10 jaar doen. Als ze bij jou aan de keukentafel kwamen zitten, de heren,
Hoe zou jij bemiddelen? Ik heb eigenlijk vanaf het allereerste moment gedacht, geef die verrekte Donbass, geef die aan Rusland. Het zijn Russisch sprekenden. Ik wil niet zeggen, tegenwoordig blijkt over de peilingen dat ze ook daar niet veel van Rusland moeten hebben, wat wel begrijpelijk is. Ik zou de Krim ook aan Rusland laten. En dan zou ik natuurlijk, als ik Oekraïne was, absoluut waterdichte garanties willen hebben dat die over 3, 4, 5 jaar weer niet overnieuw begint. Bestaan waterdichte garanties? Nou, die met een land zoals Poetin. Verbazingwekkend veel moeten lijken op artikel 5 van de NATO natuurlijk. Ja, daar gaat de hele oorlog eigenlijk over. Althans, die oorlog wordt volgens Poetin gevoerd vanwege het probleem dat hij denkt dat Oekraïne door de NATO zou worden opgeslokt. Waar de Amerikanen natuurlijk wel aanleiding voor hebben gegeven. Ze hebben een conferentie gehouden van de NATO. Ik geloof in Boekarest. Het zal 2007 zijn geweest of zo. Misschien 2008. Waarbij de Amerikanen en ook de Polen zeiden, het zou maar het beste zijn als de Oekraïne en Georgië. Het is nog zo'n ander republiekje daar voor de mensen die geen aardrijkskunde meer hebben geleerd op school. Nee, tegenwoordig vrijwel iedereen. En dat is echt ook zoiets merkwaardigs. Topografie wordt minder goed onderwezen. Het wordt gewoon afgeschaft. Hè? Wonderbaarlijk. We zoeken het wel op waar het ligt. We zoeken het op, ja. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee. Dat was bij mijn kinderen ook niet zo. Die kwamen dan vragen, pap, hoe zit ze of zo? En zei ik altijd, ja, wacht nou even, dan moet je even opzoeken. Ja, maar jij weet het wel, dan hoef je het niet op te zoeken. En vertel je het dan? Mensen zijn helemaal geen opzoekers, is mijn ervaring. En mensen zijn een beetje lui. Mensen zoeken tegenwoordig alleen iets op hun telefoon als ze zeker weten dat ze gelijk krijgen van de telefoon. En dan is ook dat opzoek op de telefoon, nou ja. De telefoon is een ander onderwerp wat misschien ook in de volgende jaar aan de orde zou moeten worden gesteld. Doen we die straks even. Maar laten we nog even terug naar Boekarest. Ja, wat was er in Boekarest? Polen en de Verenigde Staten zeiden op die conferentie in Boekarest 2008... het zou het beste zijn als Georgië en Oekraïne lid van de NATO zouden worden. Ook was Poetin. En Poetin was ook op die conferentie en liet dan merken dat hij daar helemaal niks mee had. En bovendien de Fransen en de Duitsers hadden tegen de Amerikanen gezegd, zeg dat nou niet, want dat kan allerlei vervelende verwikkelingen geven. De Russen zullen daar mordicus tegen zijn. En nou ja, dat bleek ook zo te zijn. En ik denk dat de Fransen en de Duitsers daar het grootste gelijk van de wereld in hadden. Bij die gelegenheid. Maar de Amerikanen hebben dat toch gedaan. Het eind, ik geloof dat de slotverklaring was, dat op den duur, op de lange termijn, het zou niet direct gebeuren. Nou ja, Poetin heeft toen eigenlijk die zomer nog met Georgië afgerekend. Daar is een militaire actie tegen begonnen. En een paar jaar later dus, toen hij ook sterk de indruk kreeg dat Oekraïne toch aan zijn greep begon te ontsnappen, heeft hij natuurlijk in 2014 de eerste maatregelen genomen. Ik had nooit gedacht dat hij ook de rest van de maatregelen zou nemen. Nee. Voor mij, maar ja, maar wie ben ik? Ik heb dit ook wel eens verteld aan Rusland-kenners of Oekraïne-kenners. En ja, die vonden het schandelijk dat ik sowieso de suggestie wekte dat Rusland er iets aan over moest houden. Want dat mag niet. Nee. Vindt men. Snap je dat? Men in brede zin. Snap je dat? Jawel, dat begrijp ik wel, maar ik vind het weinig realistisch. Nogmaals, Rusland. Het is een beetje een pragmatische keuze om te zeggen, dan geven we de Donbass. Rusland gaat niet weg. Ik was ook niet de enige die dat verzonnen had, maar Kissinger zei het ook. En die wordt dit jaar 100, dus als die het dan niet geworden is. Zoeken we op onze telefoon. Ja, ik denk dat die... Maar wordt in ieder geval dit jaar 100. Ik heb ook onderzocht, zou dat dan toch genetisch bepaald zijn? Want dat is toch wel vrij uniek. En dat klopt. Zijn vader is 96 geworden. Zijn moeder ook. Die heeft ook de 100 benaderd. Zoiets dergelijks. Dat je denkt, hoe oud zijn jouw ouders geworden? Niet zo. Nou, mijn moeder wel. Mijn moeder is 91 geworden. Mijn vader is op zijn 71ste overleden. Maar ja, die heeft natuurlijk daar een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn vroegtijdige einde door. De laatste keer dat ik hem gezien had, stond hij gezellig te roken met een glaasje jenever in de hand. En je moeder deed dat niet? Nee, mijn ouders waren al gescheiden toen ik in de late jaren 50. Mijn moeder was een niet-roker. Mijn moeder was zo'n zonderlinge roker die dan één keer per 3 maanden een sigaret rookte en dan
pufte ze daar zo vrondelijk aan. Ze kon het eigenlijk helemaal niet. Ze kon niet roken. En dan zei hij, lekker, ik vind het best lekker. Maar ja, het was duidelijk dat ze had niets met roken, 0,0. En mijn moeder dronk elke dag wel een borrel, maar dat was het dan ook wel. Daar zeggen de artsen tegenwoordig ook van, dat het beter is van niet. Nou, dat niet alleen. Mijn moeder was een enorme fietser en wandelaar en zo. Dus het was, toen juist de laatste 6 jaar van haar leven is ze dement geweest. Waardoor je denkt dat als ze nou maar iets meer in je leven gedronken en sigaretten gerookt, dan was ze ook een paar jaar eerder dood gegaan. Want het is een gruwelijke ramp, is de dementie. Ja? Ja, dat is afschuwelijk. Waarom? Nou ja, omdat dit naar mijn idee, de meeste dementen wel een vaag idee hebben dat er iets grondig mis is. Dat ze eigenlijk de gevangenen zijn geworden van zichzelf op een hele complexe manier. En dat natuurlijk ook voor de omgeving is het gruwelijk. Als je niet meer herkend wordt als kind. Je hebt bovendien dementen die boos zijn. Je hebt ook dementen die heel lief zijn. Ja, maar ook angst zie je vaak natuurlijk. Angstig ook vaak. Hoe was het voor jou, dat de eerste keer dat ze niet meer wist wie je was? Nou, ik vond dat eigenlijk vrij pijnlijk. Ten meer omdat ze dacht dat ik mijn vader was. Wat natuurlijk na die geschiedenis van scheiding enzovoort, wat mijn moeder zwaar had opgenomen, maakte dat de zaken wel extra gecompliceerd. Ik heb precies dezelfde stem als mijn vader. Ik praat ook wel een beetje op dezelfde manier. Dus dan sprak je aan met zijn naam? Ja. Boos ook? Of? Ja, boos. Mijn moeder hoorde tot de boze dementen. Ze was altijd boos. Ja, en was ze ook nog boos op je vader ergens van binnen? Enorm. Ze is er nooit overheen gekomen. Het was ook vrij. Er werd niet zoveel gescheiden in de jaren 50, totaal toch? Totaal niet. Het was een wereldwonder in negatieve zin. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Want moest bij de rector komen en ik weet al niet wat. Jij moest bij de rector komen? Die sprak mij gevoelig toe dat ik nu de oudste in het gezin. En dat ik mijn moeder, nou ja, alle verantwoordelijkheid lag nu bij mij. Voelde je dat ook zo? Nee, totaal niet. En zij liet je dat ook niet zo voelen? Nee, dat zeker niet. Nee, mijn vader was natuurlijk de kwaaie pier. En weet je hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, een scheiding? Want we moesten wel duurzaam ontwricht, dat was zeker, toen nog niet een reden. Zeker, je moest voor een soort van rechter moest je verschijnen, als ik het wel heb. Waarbij overspel moest worden aangetoond en bekend. En dan kon je scheiden in principe. Dus het was een enorm drama. Mijn moeder heeft is er in zekere zin nooit overheen gekomen. Ik heb hem eens gezegd, maar dat je 5 jaar boos bent en je mag voor mij elke dag godverdomme roepen, net zoveel als je wil, maar daar komt gewoon een eind aan. Ik had al de grootste moeite om ze allebei op mijn verjaardag te krijgen. Daar hadden ze geen zin in. Want ze als kleine kinderen hadden ze daar, zij waren 16 jaar getrouwd geweest. En ze wouden elkaar niet treffen op mijn verjaardag. Toen zei ik, dan mogen jullie allebei niet komen. Waarom wilde je ze allebei hebben? Ja, om ze te dwingen om een normale relatie op te bouwen. Alsof ze... Maar dat konden ze eigenlijk niet. En was dat voor jou belangrijk? Nou, achteraf denk ik, had dat zo niet moeten spelen misschien. Dat kan mij het schelen. Maar omdat in allerlei opzichten voor mij zeker de scheiding een zegen was. Want het was niet zo gezellig? Nee, want je komt van die ruzies af. Dat scheelt enorm. En dat niet alleen. Ik kreeg een veel beter contact met mijn vader natuurlijk. Ja, de normale vaders die komen binnen en die doen eigenlijk niet zoveel aan de kinderen. Zeker, dit is jaren 50 allemaal. Ja, dus die pakt de krant en die gaat de krant zitten lezen. Mensenleven geleden natuurlijk. Maar als je ouders gescheiden zijn, moet je bij je vader op bezoek. En ik had daar geen bezwaar tegen. En dan had je altijd een hele gezellige avond. Gezellig te praten. Eerst wou mijn broer en zus niet mee, maar later gingen we dan met z'n drieën. Want die waren in de slipstream van je moeder ook boos. Ja, die hebben het, ja, terwijl ik heb altijd gedacht, waar twee vechten hebben twee schuld. Mijn moeder was ook niet de makkelijkste. Liefste echtgenote. Makkelijkste is een beetje een mooier woord, ja, beter woord. Niet de makkelijkste. Enorme ruziemaker ook. Jij bent al heel lang getrouwd, toch? Of ja. Althans, heel lang samen. Ik ben getrouwd. Ik heb mijn echtgenoten leren kennen in december 63. Reken maar uit, we zijn getrouwd in 69. Dus ja, dat is lang. In 63, ja, is al 60, bijna 60 jaar. Ja. Ja, dat is het noodlot van het moderne huwelijk natuurlijk. Kijk, vroeger ging één van de twee altijd binnen 10 jaar dood, maar dat is niet meer zo. En
dat jouw ouders gescheiden zijn, doet dat iets met jou en hoe je in zo'n huwelijk gaat staan? Zeker wel, ja. Maar in de zin van, dit moet slagen. Nou, dit moet slagen, maar dit is het. Het scheiden is een nutteloze exercitie. Dat was mijn indruk. Ik heb mijn vader nog wel. Nee, maar laat me eerlijk zijn. Mijn broer zei laatst, tot mijn stomme verwondering, dat mijn vader ooit tegen hem gezegd had: ik betwijfel wel eens of het allemaal de moeite waard geweest is. Wilde hij weg? Ja, hoe dat precies in het laatste stadium verlopen is, dat weet ik niet precies. In het algemeen zijn het vrouwen die in het initiatief nemen voor de scheiding, leert de praktijk. Maar vaak natuurlijk op basis van het veronderstelde wangedrag van de man. Ja, mijn vader was wel een man die aantrekkelijk was voor andere vrouwen. Tot op betrekkelijk hoge leeftijd. En hij vond andere vrouwen ook aantrekkelijk? Nou, het was wel een slome duikelaar, vond ik op dat punt. Geen flirt? Nee, mijn vader was totaal geen flirt, nee. Het overkwam hem? Ik zou zeggen, het is hem eerder overkomen. Maar dat nogmaals, is een beetje wat elke vreemdganger natuurlijk als excuus zegt. Het is allemaal speculatief wat ik nu zeg. Omdat ik daar natuurlijk niet bij ben geweest. En ook de laatste ruziefase niet woordelijk heb meegemaakt. Je vader was van de insecten, toch? Mijn vader was entomoloog, ja. Dat klopt. En mijn vader was sluipwestdeskundige. Wat doet een sluipwestdeskundige? Hij was bezig met de verschillende soorten van sluipwespen die er zijn. Is dat iets wat wij in de gaten houden in Nederland? Ja, zeker. Dat is gek genoeg was dat natuurlijk eerst iets wat niemand een bal interesseerde. Maar nog in de loop, later in zijn leven, werd die sluipwesp een heel belangrijke zaak. Toen we parasieten in kassen biologisch gingen bestrijden. En dat doen we met de sluipwesp? Ja, dus door de larven van sluipwespen los te laten. En dan gaan die sluipwespen die gaan aan de gang in die kassen. En ja, wat doen sluipwespen? Die prikken een boor in een rups en dan zuigen ze hem leeg. Geloof ik, hoor. Prikken ze ook in mensen? Nee, sluipwespen. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor sluipwespen. Nee, dat vraag ik me af. Als je als kind een vader hebt die met sluipwespen... Zo zijn er in Nederland geen insecten waar je serieus bang voor hoeft te zijn. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je als kind wel bang bent voor de prik van een wesp. Ja, dat kan vrij vervelend zijn, vooral als je allergisch bent. Maar de kans dat je dan doodgaat. Zelfs die grote wespen, waar je denkt, zo'n hoornaarwespen. Maar dat gif is eigenlijk, volgens mij, van de hoornaarwespen is eigenlijk wat minder gevaarlijk dan van een gewone wesp. Maar het is niet dat hij ze mee naar huis nam of zo? Van wat staat er in dat potje? Dat is papa's sluipwesp. Mijn vader die werkte bij een afdeling van de plantenziekenkundige dienst in Wageningen, die zich bezighield met illegale insecten insluipers in Nederland. Illegaal? Illegaal, ja. Die gesmokkeld? Die vroegen dus geen verblijfsvergunning aan. De insecten niet? Nee, die kwamen in het algemeen uit bananenschepen. Ja, daar heb je wel van die verhalen over, van die spinnen. Zulke grote spinnen zaten daarin. En soms leefden ze nog. Ze waren natuurlijk gekoeld, wat voor een tropische spinnen een vrij vervelende behandeling is. Natuurlijk, het waren allemaal tropische spinnen. Alleen daar worden spinnen zo groot, bij ons niet. Wat zal het bij ons maximaal zoiets? En dan heb je wel van die zwarte hardlopers. Die worden een centimeter of 5, zie ik je vingers doen? Ja, die kunnen wel zo groot worden. Oké. Die moet je ook laten leven, want het zijn geweldige jagers die andere insecten opvreten. Trouwens, de muggen. Spinnen zijn eigenlijk geen insecten. Maar goed, of zijn het wel insecten, maar in ieder geval horen ze niet. Er was iets mee. Ze hebben 8 poten. En gewoon insecten hebben 6 poten. Het zijn allemaal geleedpoten. Laten we dat daar maar op houden, eventjes. En dan, als ze dan nog leefde, bracht hij er wel eens in mee. En dan zetten we hem in een potje op de schoorsteen boven de kachel. In de hoop dat ze dan toch nog weer... Iets van leven. Ja, maar in mijn ervaring zijn ze allemaal dood gegaan. Maar het had vooral op kennissen en bezoekers een verpletterend effect. Eigenlijk. Die dachten dat die beesten die eigenlijk in een soort van doodstrijd verkeerden uit die potten zouden springen en de meest verschrikkelijke dingen zouden doen. Dat was dan wel vermakelijk natuurlijk. En mocht je zo'n potje ook wel eens mee naar school nemen? Nee, heb ik nooit gedaan. Niet ik hou mijn spreekbeurt over de bananenspin. En... Nee, het God, spreekbeurt. Nee, de enige spreekbeurt die ik ooit op school heb gehouden was over de overwintering op Nova Zembla. Hoe oud was je toen?
God zal ik reizen, 12 of zo. Dat was denk ik al in de 5e, 6e klas. Dat voor de jeugdige luisteraars die natuurlijk allemaal in bed horen te liggen. We hebben een podcast. 7 en 8. Hè? We hebben een podcast, dus de jeugdige luisteraars die kunnen morgenochtend. 7 en 8. Ja, dat zoiets zal het geweest zijn. Waarom had het jouw interesse? Gewoon het avontuur. God, vrijwel alles had mijn interesse, laat ik dat er even bij zeggen. En dit vond ik ook een geweldig interessant. En ik was toen al, ik had een heel sterke vreubelneiging op die leeftijd. Dus het was ook voorzien van plaatjes en getekende kaartjes, ingekleurde kaartjes, teksten. Het was geweldig. Ik won ook een of andere prijs. Het is ook vrij karakteristiek voor mijn ouders. Ik ben naar school gegaan die avond. Ik kreeg een prijs. Ik werd toegesproken door de bovenmeester. Maar mijn ouders waren er niet. Daar was ik wel teleurgesteld over. Ja, snap ik. Ik ga even voor de luisteraar die pas later de radio heeft kunnen aanzetten, vertellen met wie ik nu praat. Dat is Maarten van Rossum. Wie kent hem niet? Historicus, Amerika-deskundige, eenmaal jurylid bij de Slimste Mens, podcast- en bladenmaker, schrijver en dat allemaal terwijl hij komend jaar de gezegde leeftijd van 80 jaar dat mag klopt, bereiken. Klopt, maar ik ben net 79 geworden, 24 oktober. Oktober. Ja, dag van de Verenigde Naties. Dat is een mooie dag. Ja, een hele mooie dag. 1943 is ook op de dag dat ik geboren ben. Vind je het wat, 80? Of 79? Nou, ik moet er steeds aan wennen. Dat is het eigenlijk. Dat begon denk ik zo'n beetje toen ik 70 werd. 69 denk je dan, ja, valt wel mee. Kan wat meer door. En wat meer mensen eind 60. Bij 70 moest ik aan wennen. En nu zal ik ongetwijfeld ook aan die 80 moeten wennen. Ja, omdat je natuurlijk langzamerhand wel erg oud wordt. Ik treed ook wel op in het theater. En dan vraag ik altijd of er mensen zijn die van voor 43 zijn. En enkele maal altijd vrouwen natuurlijk. Is er wel eens iemand die blijkt dan van 37 of zo te zijn. Dus die is dan 6 jaar ouder dan ik. Maar dat begint toch steeds zeldzamer en zeldzamer te worden. Is het iets waar je mee bezig bent? Omdat het... Nou, niet van dag tot dag. Maar ik besef natuurlijk wel dat wat ik nu doe... Ik werk harder dan toen ik 35 was. Dat wat ik nu doe, dat natuurlijk over 10 jaar niet meer zo is. Dat besef ik wel. Of maar... het moet een beetje à la Kissinger. Precies. Ja. Die 100 is, of nog net niet. Maar waarom doe je het? Want je doet, nou ja, dat was dat lijstje, maar je doet enorm veel. Waarom doe ik het? Eigenlijk de allersimpelste reden waarom mensen dingen doen. Geld. Nee, omdat ik het leuk vind om te doen. Ja? Ja, joh, ik heb een prachtpensioen van de overheid. Mijn vrouw heeft een nog beter pensioen van het private bedrijfsleven. Samen hebben we een pensioen wat ik niet durf te noemen. Want dan word je keiboze brieven van uitbuiters, vuile babyboomers, uitzuigers. Nou ja, dat. Nee, die brieven willen we. Ik ben overigens geen babyboomer, laat ik dat erop. Nee, te vroeg. Ja. Veel te vroeg. Ja. De eerste babyboomers zijn van het voorjaar van 46. Hè, namelijk het verdwijnen van de Duitsers plus 9. Dan weet je wanneer de babyboomers zijn. Het houdt op zo eind jaren 60. Toen was de vreugde er wel vanaf. Ja, kennelijk. Ja. Ik heb me ook altijd voorgesteld hoe dat nou ging natuurlijk. Die Duitsers vertrokken en dat dan zo'n echtpaar... wat toch misschien wel vervelende jaren had gehad. En elkaar aankeek. Televisie had je niet. Dus je kon niet zeggen, joh, laten we nog even naar de Masked Singer kijken. En dat ze elkaar dan aankeken en zeiden van, nu kan het. Of misschien dat verstopte flesje jenever eindelijk tevoorschijn hebben gehaald. Kunnen. Opgedronken. Nou, er werd veel clandestien alcohol gemaakt. Dus je kunt van aardappelen met zo'n destilleerapparaat moeiteloos alcohol. Je moet alleen oppassen dat het geen methylalcohol is. Maar je kunt moeiteloos alcohol maken. Kan een leuke tip ook voor de luisteraar. Ja. Zo, tussen kerst en oud en nieuw. Ja. Als je niks te doen hebt. Ja. Maar goed, dus niet voor het geld, want het pensioen is in orde, maar we zeggen verder niet hoeveel. Dus je doet al die dingen omdat je het leuk vindt. Ja. Ja. Dus ook het 21ste seizoen van De Slimste Mens zit je daar weer vol enthousiasme. Nou kijk, waarom nou weer het woord vol enthousiasme? Oké, met matig enthousiasme. Zeggen, met een zeker genoegen en zonder bezwaar ga ik door. Het leuk ja, om te doen. Een zeker genoegen, die snap ik nog, maar zonder bezwaar vind ik wat mager. Nou, vind ik al heel wat. Ja? Als je bijvoorbeeld zonder bezwaar examen deed, dan slaagde je wel. Ja,
Maar het klinkt... Het was geen groot cijfer. Nee, precies. Bij een zesje deed je dan zonder bezwaar. Nee, maar heb je hobby's? Nee, behalve dit werk heb ik eigenlijk geen hobby's. Of moet je dan zeggen, lezen, ik lees graag. Liefhebberijen? Liefhebberijen. Ja, kennis vergaren is mijn liefhebberij eigenlijk. Want ik kan me voorstellen dat als je een uitzending doet... ja, geen bezwaar hebt verder... dat het misschien ook wel lekkerder was geweest om thuis een goed boek te lezen. Nou, het een sluit het ander niet uit. Als ik nou iets... Wat ik doe bij de slimste mensen is niet uitputtend. Nog in geestelijk, nog in lichamelijk opzicht. Maar je bent niet moe na een opnamedag? Nee, Philip wel. Maar ja, Philip doet iets. Ik zit. En af en toe zeg ik iets wat moeiteloos opborrelt in mij. Dus dat... Maar je let wel op, toch? Je staat wel aan. Jazeker, ik let wel op, ja. Maar dat kost jou geen energie? Nee, niet veel. Nee, sowieso. TV maken is eigenlijk is een relatief rustig soort van werk. Je wordt er vaak natuurlijk, juist ook vanwege je leeftijd, word je uit de wind gehouden. Dus ik ben 3 weken in Amerika geweest vanwege die dino's, maar... Ze dragen je koffertje. Even voor de luisteraar die het... Ga even zitten. Nou ja, even voor de luisteraar die het niet weet. De dino's. Je bent voor dino's in Amerika geweest. Ja, ik heb samen met Gijs Rademaker... heb ik 4 documentaires gemaakt over dino's. Waar die gevonden worden in de Verenigde Staten. Hoe dat in zijn werk gaat. En waarom dat daar is enzovoort. En daarvoor zijn we 3 weken in Amerika geweest. En dan draagt iemand je koffer. Ja. Ik zei nog tegen Gijs, dat hoef je helemaal niet te doen. Ik heb een heel klein koffertje, dus dat moet lukken. Maar wat denken ze, die oude man? Een zekere collectieve angst van... Er wordt die doodgaat. Dat bederft de boel als dan in dat de krant komt. Zijn. Van bejaarde deskundigen gesneuveld in de Badlands van Wyoming. Dat zou natuurlijk wel nieuws zijn geweest. Ja, dat is waar. Maar, en na die 3 weken Amerika is het nog steeds niet dat je denkt... Nee, dat denk ik nooit. Er zijn mij ook sinds die tijd een aantal hele, hele leuke programma's. Althans, daar wordt over gesproken. Ik ga niet zeggen wat, hoe, want je weet hoe dat in Hilversum is. Er wordt eerst heel lang over gesproken. Ja, van de 900, nee, van de 1000 ongelooflijk leuke ideeën wordt er 1 uitgevoerd. En dan meestal op teleurstellende wijze. Dus we gaan daar niets over zeggen, maar het, ja... Kennelijk hebben ze er vertrouwen in dat ze voor koffie en thee zorgen. En ga even zitten. Je hoeft hier niet te blijven staan. Wij doen dat wel daar bij die desk. Dat vind ik het prima. Krijg je ook wel eens idiote verzoeken? Ja, zeker. Ik heb ook wel idiote verzoeken gehad. Of ik een dag lang op een schaapskudde wilde passen. Dat vond ik wel vrij geestig. Niet gedaan dus? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom niet? Nou, ik heb een enorme pest aan schapen. Oh. Klote beesten. Ik heb ooit een winter op 2 schapen gepast. Ze zijn vrij dom, toch? Man, en achterbaks. Dat ook. Ook, jeminee. Ik moest dan die biks 's ochtends in die bakken schudden van die 2 beesten. En ik heb altijd, ze keken ook altijd, als ze de kans hadden gekregen, hadden ze mijn vinger eraf gebeten. Ik weet het zeker. Ik had niks met die 2 beesten, die schapen. En zij hadden heel veel met die biks. Ja, ze waren dol op die biks, dat moet ik wel zeggen, ja. Wat ook niet lekker ruikt, biks. Kijk, ja, zeker. Het is hard. Ik kom uit de Beemster. Ja. Dan weet je wel wat biks is. Ja, precies. Je denkt, je begrijpt hoe is het onmogelijk die beesten dat eten. Dat heb je natuurlijk al bij nat kattenvoer. Hè. Dat ruikt al dat je denkt, godverdomme, je zult dat toch moeten eten. Ja, maar biks is droog en dat scheelt. Ja, het zijn wel van die groene... Ja, in mijn hoofd is dat dan toch... Ziet er wel gezond uit, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar goed, dus niet schaapherder voor een dag. Nee, en er was ook nog een verzoek of ik een huwelijken wou sluiten. Dat leek me ook, want ik wist zeker dat... Dat je bab zou worden? Nou, ik had zeker gezegd, jongens, denk er nog eens over na. En maak er nou zo'n modern contract van. En zorg nou niet dat je later in een vechtscheiding van elkaar moet en zo... Nou, maar ik kan me voorstellen dat als je zo lang bij elkaar bent als jij... dat je ook wel wat tips kan geven voor een goed huwelijk. Nou ja, dat is dat je tolerant moet zijn natuurlijk. Maar niet te tolerant. Je moet ook niet over je laten lopen. Bovendien wijst natuurlijk gedurende een groot deel van het leven... wijst zo'n huwelijk zichzelf. En een huwelijk is gewoon een melkwinkeltje. En de vraag is, er gaat dat belletje van die deur. En dan is de vraag, ga jij naar voren of ga ik naar voren? En bovendien heb je eerst kinderen...
Het duurt een kleine 2 decennia voordat die kinderen min of meer normaal in de samenleving gelanceerd kunnen worden. Was en dan je, nog maak je altijd zorgen erover. Ja? Ja, denk het wel. Denk dat je over kinderen altijd zorgen maakt. En daarna maken ze kleinkinderen, daar maak je ook weer zorgen over. Ja, maak je je zorgen over je kleinkinderen? Niet echt, maar je denkt toch... Als er maar niks mee gebeurt. Ja, ongelukken. Kleinigheden kunnen gruwelijkheden veroorzaken. Was je een betrokken vader? Ik denk dat ik een exemplaar van de tussenfase ben geweest. In de zin dat mijn vader een totaal onbetrokken vader was. Laat staan zijn vader. Die volgens mij... Ja, ook die kleinkinderen interesseerde mij geen reet. Ja, dat schreef hij ook gewoon op in zijn brieven. Nou ja, niet het Maarten. Woord reet, maar als mijn zuster geboren wordt op 2 mei 45. En, nou, het is duidelijk dat mijn opa een ongelofelijke stommiteit vond van mijn vader en moeder. Dat ze op een zo merkwaardig moment een kind hadden geproduceerd. Wat natuurlijk, waarvan mijn moeder de hele zomer weer, hongerwinter zwanger was geweest. Dus dat laat hij dan in zijn brief ook goed merken. Domme vrouw. Nee, dat zei hij niet eerder, want hij was eerder kritischer op mijn vader dan... Ja, dat zou nu te ver voeren. Ik heb een heel aardig boekje gemaakt van de hongerwinterbrieven van mijn opa. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat raadplegen. Maar goed, dat was dus een man en jouw vader ook. Nou, op zondag het vlees snijden man. Ja, ik sneed sowieso niet het vlees. Want als ik dat gedaan zou hebben, zou ik in mijn eigen vingers hebben gesneden. Ik ben niet zo handig en mijn vrouw is een stuk handiger. Zeker met voedsel. Ik heb denk ik veel meer aan de kinderen gedaan dan mijn vader. Maar ik heb wel eens de indruk dat nog jongere vaders nog meer doen aan de kinderen. Mijn zoon kan bijvoorbeeld voortreffelijk koken. Ik kan geen ei bakken. Ja, maar alle gelullen over koken, verstrekt onbegrijpelijk ook. Maar is dat iets aan de kinderen doen of is dat gewoon een vaardigheid die... Ja, waarmee ik mijn vrouw had kunnen ontlasten natuurlijk. Want die heeft het hele leven fulltime gewerkt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je samen een melkwinkeltje hebt... en het belletje gaat omdat er avondeten moet komen... dat de een dan gaat en als er een ander belletje gaat... bijvoorbeeld omdat de tuin... gehakt moet worden, ik noem maar wat. Heb ik ook niks met tuinen. Mijn ideaal voor tuinen is namelijk de totale verwildering. Ik hoop altijd nog, mijn achtertuin is zo verwilderd... dat ik hoop nog eens een tapier te kunnen huren om die daar los te laten. Waarom? Het idee dat het een soort Amazone-oerwoud is geworden. En dat een tapier daar heel gelukkig is? Ja, tapiers leven in Zuid-Amerika in het tropisch oerwoud. Het zijn vrij forse beesten. Dus daar waar de bananenspinnen vandaan komen. Ja, waar de bananenspinnen vandaan komen, ja. Al komt de banaan volgens mij niet oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Maar goed. Ik las dat jij geen geschiedenis mocht studeren. Nou, mocht, dat is een groot woord. Het werd mij door de familie zeer sterk ontraden. Meer die opa, of? Nee, door mijn voogd. Want als je ouders gescheiden zijn, krijg je een voogd toegewezen. Ik ook, broer van mijn vader. En in algemene sfeer... Want je vader was uit de ouderlijke macht ontzettend? Nou, ik had een voogd. Dat hoorde gewoon zo? Ja, dat volgens mij was dat een wettelijke regeling bij scheidingen... dat die kinderen een voogd kregen. En hij nam zijn taak serieus, dus geschiedenis werd afgedaan? Nou, al te serieus niet. Ik geloof dat hij me nog eens een keer, toen ik 19 of 20 was... ging uitleggen welke gevaren er zouden zijn bij het vrijen met vriendinnen... Toch handig. Dat ik wel. Toen zei ik wel, laat maar zitten. Maar goed. En dus geschiedenis afraden. Nou, de teneur in de familie was heel... Ik kon goed leren. De teneur in de familie was eigenlijk... Als je gymnasium Bertha hebt gedaan... dan ben je wel een onbeschrijfelijke oliebol. Als je geschiedenis gaat studeren... wat algemeen bekend is als een vak voor slappelingen... en waar je bovendien geen rode rotcent mee verdient. Ja, als je echt niet weet wat je moet studeren... dan geschiedenis of rechten. Nee, maar omdat meneer zo leuk kon vertellen, dat werk. Al had ik mijn vrouw gehad in de laatste jaar op de middelbare school... die volgens mij, ze leeft niet meer, maar anders zou ze wel kunnen worden gekozen... tot de slechtste geschiedenisleraar van op zijn minst West-Europa. Maar eventueel ben ik ook bereid de planeet erin te betrekken. Maar ze heeft niet de liefde voor geschiedenis. Nee, 0,0, omdat ik in de eerste 2 jaren van de middelbare school... een zodanige hartstochtelijke liefde had opgedaan voor geschiedenis... dat kon niet meer kapot. Maar goed, ik ben toch aan die farmacie begonnen...
waarbij het lokmiddel van de familie was, ja, die apothekers die hoeven eigenlijk niks te doen. Want die meisjes zijn juridisch verantwoordelijk bij verkeerd medicijnen. De meisjes die in de apotheekwinkel werken? Ja, assistent dat. Ik weet niet of degene die de pillen draaien. Ja, ik weet niet of ze dat allemaal uitgezocht hadden. En jij kunt dan achter in de zaak kun je gewoon gaan zitten lezen. Dat was het eigenlijk. Dat was het idee wat ik had. Maar ik ben over het practicum groots gestruikeld. Ik bracht er niets van terecht, echt. Maar had je er lol in, of dat ook? Nee, ja, ik vond het afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Alles ging fout op practicum. Ik moest alles afkijken bij, god, hoe heette die jongen die naast me stond? Bruin. Zoiets. En liet hij een beetje afkijken? Ja, hij vond het wel gezellig, geloof ik. Is dat toch iets waar je... Ik was wel een gezellige prater aan die tafel. Is dat nog iets waar je s'nachts wel eens van wakker schrikt? Dat je weer practicum... Nooit. Ik heb heel lang gedroomd dat ik mijn eindexamen niet had gedaan. En dat ik eigenlijk dus een oplichter was die was gaan studeren, die niet voldeed aan de daartoe gestelde eisen, daarvoor gestelde eisen. En dat is gek genoeg helemaal compleet opgehouden toen ik gepromoveerd was. Want ja, dan kun je in het Nederlandse systeem niet verder met de diploma business. Dus toen was het klaar. Nooit meer een eindexamen erom gehad? Nee, nooit meer. Wat is er zo leuk aan geschiedenis? Ja, wat is er leuk aan geschiedenis? Eigenlijk sowieso is het enorm informatief om te weten hoe dingen die vaak een hele wonderlijke indruk maken ontstaan zijn. Het bevredigt in allerlei opzichten je nieuwsgierigheid. Hoe zijn ze op het idee gekomen om een elektromotortje te bouwen? Hoe zijn ze dat? Nou, stap voor stap. En tenslotte heeft Faraday, een Engelse uitvinder, die heeft een proefje bedacht waarmee hij liet zien dat je met elektrische stroom een beweging kunt opwekken. En daarmee eigenlijk de basis gelegd voor alles wat daarna met elektrische stroom aan het draaien is gemaakt. Ik wil je ook wel uitleggen hoe die dat heeft gedaan. Wil je het weten? Ik heb het ook in de podcast al uitgelegd hoor. Dus, je hebt het niet gehoord. Dus. Is het makkelijk uit te leggen? Het is relatief makkelijk uit te leggen. Je hebt nodig een potje met daaronderin een kwikbad. In dat kwikbad leg je een magneet. En dan hang je in dat kwikbad een stroomgeleidende draad, of een soort van ijzeren stangetje, maar dat is pas stroomgeleid. En dan zet je dat ding, dat zet je onder stroom. En dat doet zich het merkwaardige fenomeen voor, dat draadje een draaiende beweging gaat maken rond de magneet die in het kwikbad ligt. Hoe komt dat? Omdat met deze constructie wordt een magnetisch veld opgewekt. Dat is het eigenlijk. En daar heb je je elektromotor. Eigenlijk is een elektromotor gewoon een buitenkant en een binnenkant die samen een elektrisch veld opwekken en die brengen die binnenkant aan het draaien. Leer jij nog steeds? Ja, aan de lopende band leer ik allerlei hoogst interessante dingen. Maar ook over geschiedenis? Ja, ik lees momenteel een roman van Hilary Mantel over de Franse Revolutie. En ik ben nu al meerdere mensen tegengekomen. Die zoek ik dan even op, op het internet. Op je telefoon en die geeft je gelijk? Nee, want ik zoek nooit eens op telefoon op, want ik vind de lettertjes te klein. Dus ik heb zo'n scherm. Groter, heel wat groter dan hier. Groter dan deze scherm? Ja, stukken groter, 34 inch. Dat is geweldig, want dan kun je ook films op bekijken. En dat wou ik ook, zo'n licht gekromd scherm. Wat is het voordeel van een lichtkomst? Alsof je erin opgezogen kunt worden. Zo voelt dat dan? Zo voelt dat, ja. Ja. Maar jij zoekt je de personages uit de roman. Want het is een roman die over de Franse Revolutie. Ja, maar een zeer, zeer historisch verantwoorde roman. De drie hoofdfiguren zijn Danton, Robespierre en Dumoulin. Dat zijn de drie hoofdfiguren die elkaar ook in hun jeugd kenden. Dat is het merkwaardige van de zaak. Zo is ze waarschijnlijk erop gekomen, want tenslotte laten ze elkaar alle drie onthoofden. Is het ook een historica die het heeft geschreven? Nee, Hilary Mantel. Dat is de schrijfster Hendrik de VIII. En ja. Die drie boeken, Bring Up the Bodies enzovoort. En wat leer jij dan over de Franse Revolutie wat je nog niet wist? Nou, eigenlijk van alles, details. Ik,
kende de verhoudingen niet tussen die drie. Ik was natuurlijk, de Franse Revolutie is bepaald niet mijn specialisatie. Het is interessant hoe die verhouding tussen die drie personen was. Ze probeert natuurlijk ook duidelijk te maken hoe verschillend Robespierre, Danton en Dumoulin eigenlijk van elkaar waren. En dat maakt het. Het is wel een fors boek, de 750 pagina's. Soms heb je het gevoel dat ze ook niet een beetje de greep op de gebeurtenissen mist, maar soms loopt het als een trein. En dan leest het lekker weg. En als jij nu nog dingen leert over de geschiedenis, zijn het dan ook dingen die voor je eigen leven nog iets betekenen? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, de basisboodschap van de geschiedenis, die is zo. Ja, je weet zo'n beetje hoe het leven in elkaar zit. Je kunt er hoogstens van zeggen dat het leven voor de modale mens oneindig veel makkelijker is geworden. Ik vertel altijd dezelfde anekdote, maar waarom zou ik die niet nog eens een keer vertellen? Ik zat nog eens in zo'n radioprogramma. En naast mij zat iemand, ik geloof van GroenLinks, of in ieder geval van de progressieve gedachte. En die had uitgelegd dat die hele technologische ontwikkeling van de afgelopen 100 jaar, 50 jaar een grote ramp was. Ramp voor de planeet en een ramp voor de mensheid. En ja, tenslotte zei ik van fijn dat u dat zo leuk verteld heeft, maar als het aan u had gelegen, dan was ik al voor mijn 60ste dood geweest. En nu zit ik hier toevallig nog in vrij goede orde. En nu zit ik er nog, terwijl ik ondertussen 79 ben. Omdat ik toch op zijn minst 2 maal door de medische stand voor de poorten van de dood ben weggerukt. Vanwege de technologische vorderingen van de medische wetenschap. Ja, maar misschien toen denkt zo. Toen ik 62 was, is er een klep afgescheurd, een mitraalklep. Dan moest je toen, ik geloof dat dat tegenwoordig ook weer via aders kan, maar goed, toen moest je een open hartoperatie ondergaan. Dus dat was het geval. Het heel was heel geslaagd, die operatie. En ik heb ook nog regelmatig, als ze zo'n ECG'tje maken of zo, gecomplimenteerd. Of ook kunnen echo. Wat heeft u een mooie klep, meneer Van Rossum? Nee, hij lekt helemaal niet. En eigenlijk, als je zo oud wordt als ik, beginnen al die kleppen wel een beetje te lekken natuurlijk. Maar deze klep, die is ook na al die. Dit was in 2005. 17 jaar geleden. Dus ze hebben het echt voortreffelijk gedaan. Mooi staaltje vakwerk. Ja, echt vakwerk. Maar waar draait het leven om? Want waar draait het leven om? Ja, als je naar de geschiedenis kijkt. Voor een groot gedeelte van de geschiedenis draaide het leven voor de meeste mensen omdat ze vandaag niet wisten of ze morgen voldoende te eten hadden. Vandaar dat ik zei, het leven is natuurlijk voor de modale mens ontzettend veel prettiger geworden. En ook nog in de afgelopen 50 jaar ontzettend veel prettiger geworden. We hebben wel last van die Chinezen, maar we vergeten gemakkelijk dat niet waar op een bevolking van ruim 1 miljard mensen. Dat die voor een groot gedeelte ontrokken zijn aan de meest bittere armoe. Dat er toen Mao doodging in 1976, werden er op diverse plekken China honger geleden. Nou, daar is helemaal geen sprake meer van. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar waarom hebben wij last van de Chinezen? Nou ja, dat beweren mensen dat het een bedreiging is. Nou, ik weet dan niet wat voor naar, niet dat ik dat geloof, maar dat is wat mensen beweren. Een bedreiging voor. Ja. Ze gaan ons overnemen. Allerlei mensen zeggen, ja, een deel van natuurlijk de aftakeling van de industrie en de deindustrialisering van het Westen is deels het gevolg, niet waar, van de explosieve ontwikkeling van de Chinese maakindustrie. Wat deels wel juist is, maar dat had ook. Vooral in Amerika heeft dat natuurlijk diepe wonden geslagen, maar dat had ook in Amerika beter gecompenseerd moeten worden. Wij zijn nooit een land geweest wat sterk afhankelijk was van een omvangrijke maakindustrie. Nee. Maar je ziet hoe Duitsland het eigenlijk vrij redelijk gedaan heeft, terwijl het wel een hele grote maakindustrie had en nog steeds grotendeels heeft. Zij dat wel heel veel van die Duitse auto's tegenwoordig in Slowakije worden gemaakt. Dat viel we mij weten. Toch onmiddellijk op toen Poetin de Oekraïne aanviel, dat zeer verrassende complexe onderdelen van tal van Duitse auto's bleken in het westen van de Oekraïne vervaardigd te worden. Dat had je liever met niet gedacht. Met name kabelsystemen. Ja, dat had ik niet gedacht, nee.
Zo'n opkomst van China en dat het ten koste gaat van andere landen, ja. Dat is toch ook gewoon een. Dat zijn toch bewegingen die we eigenlijk wel kennen uit de wereldgeschiedenis. Ja, het is natuurlijk heel opmerkelijk en als geheel een heel positieve ontwikkeling. Ja, daar komt India achteraan. India passeert dit jaar China op wat betreft de omvang van de bevolking. Dat is meer dan 1,4 miljard, geloof ik. Maar kun je gewoon zeggen, dit is gewoon hoe de dingen gaan? Gewoon op grote schaal? In zekere zin wel, omdat natuurlijk, kijk, de menselijke geschiedenis, als we nou even heel sterk generaliseren, hebben we eerst een fase gehad dat we in betrekkelijk kleine groepen, hoewel dat tegenwoordig ook ruzie over gemaakt wordt, leefden op de Oost-Afrikaanse savanne. Jachtgroepen, waar de vrouwen knollen verzamelden. Nou ja, goed. De jagers en verzamelaars, zoals dat. Precies, ja. De jagers en verzamelaars. Nou, dus, zo'n 14.000 jaar geleden is de Arabische revolutie begonnen. Met name in het noorden van Irak, het zuiden van Turkije. Dat is in die halve maan. Overigens is die ontwikkeling van de landbouw in Midden-Amerika en in China. Op meerdere plaatsen is die ontwikkeling spontaan ontstaan. Niet echt tegelijkertijd, maar toch wel globaal. Redelijk in dezelfde tijdsperiode. En natuurlijk, de landbouwrevolutie maakt het mogelijk dat veel meer mensen op de planeet leven. Maar we weten eigenlijk ook ondertussen dat die landbouwers, dat die versleten. Het is hard werken, het is zwaar werk. Als het oogst mislukt, ben je daar. Ja. En toen heeft er tenslotte een nieuwe ingrijpende totale revolutie van het menselijk bestaan voorgedaan. En dat is de industriële revolutie. Nou ja, wanneer begint die? Ergens door de wetenschappelijke ontwikkelingen in de 17e eeuw. Ook allemaal wat generaliserend gesteld. Dan heb je de eerste stoommachines van 1712. Het duurt nog een eeuw voordat dat ding echt een beetje serieus gebruikt gaat worden. Vooral die vroege machines waren idioot groot en enorm onzuinig. En ja, dan krijg je natuurlijk de 19e eeuw, de meest wonderbaarlijke eeuw uit de recente geschiedenis. Aan het begin was het nog, laten we zeggen, de late middeleeuwen. En aan het eind is althans in West-Europa en Konden Amerika... Konden we de 20e eeuw in? Ja, is de moderne samenleving ontstaan. Ja, Edison vindt een bruikbare microfoon uit. Ja, zijn wij even blij. Ja, dit is wel een verder ontwikkeld type. Maar wat Edison heeft uitgevonden is tot ver in de 20e eeuw gebruikt. En de telefoon, maar goed, ondertussen hadden we ook de telegraaf, gebruik van elektriciteit. En dat een enorm, gigantisch, complex systeem. Ja, de technologische revolutie. Ja. En zo zal er wel weer en een revolutie komen. Dat is voor de meeste mensen een zegen geweest. En dat voor de planeet in sommige opzichten geen zegen is, is ons nu ook duidelijk geworden. Dus daar moeten we ons nu mee bezighouden in de komende eeuwen misschien. Leuk, dat is een uitdaging. Ja, zie je dat zo? Ja, zo zie ik het, ja. Heel veel mensen maken zich heel veel zorgen. Ja, zeker. Dat komt omdat wij geprogrammeerd zijn om ons zorgen te maken. Maar jij bent niet zo zorgelijk, behalve als het om kinderen of kleinkinderen gaat. Wereldhistorisch ben ik niet zo zorgelijk, nee. Ten eerste denk ik dat zeker in West-Europa het wel mee zal vallen. We hebben een vrij robuust klimaat. Ik zie ook die golfstroom, daar wordt dan ook gezegd, de golfstroom houdt ermee op en ja, zo. Ja, het kan omkeren. Wil ik nog wel eens zien. Kijk, Groenland smelt, dat is waar. Maar daar ligt nogal een pakket ijs. We leven feitelijk in een post-glaciaal. De laatste ijstijd is nog bezig de laatste ijstijd te worden. Bovendien hebben we natuurlijk nog het prettige vooruitzicht dat er weer nieuwe ijstijden komen. 50.000, 60.000 jaar. Maar we moeten wel aan de slag. Ja, we moeten aan de slag, maar is dat niet ontzettend leuk? Dat we allemaal uitvindingen moeten gaan doen. Dat we energie anders moeten gaan opwekken. Dat we energie moeten gaan besparen. Dat, nou ja, kijk eens aan. Dan nemen ze iets lolligs als elektrische auto's. Die nog geen 20 jaar geleden onbetaalbaar duur waren. En een actieradius hadden. Kon je net van Hilversum terug mee naar Utrecht rijden. Dan had je het gehad. En nu kun je er al 400-500 kilometer mee rijden. Maar leert de geschiedenis ons ook dat als het water ons aan de lippen staat, dat we inventief worden? Zeer inventief, ja. Denk eens aan oorlogvoering en crisissituaties. Ja, zodra dat water begint te stijgen, dan zul je zien dat we heel inventief worden. Nu is het al zo dat waar de beslissingen genomen moeten worden,
Ik besef mij wel dat West-Nederland in allerlei opzichten grondig aangepast zou moeten worden in de komende eeuw aan de veranderende omstandigheden. De overheid heeft net besloten om de verdere verlaging van het grondwaterpeil om die stil te zetten. Dat is echt een revolutie. Terecht. Ja, dus het komt goed. Nou, dat weet ik niet. Dat zal ook gedeeltelijk zal het negatieve effecten hebben, maar zo is het altijd geweest. En natuurlijk, ja, we hebben natuurlijk de explosieve ontwikkeling van de wereldbevolking. Het is nu net 8 miljard dit jaar. Nee, ja, nog net dit jaar. En het zal naar de 11 toe. En dan begint het, dan stopt de toename. Dan zijn we er wel klaar mee, denk ik. En dan heb je, kijk, als bijvoorbeeld Europa, zeker wanneer we de immigranten buiten de deur houden, wat wel lastig zal zijn op termijn, denk ik, en ook niet verstandig. Als Europa zo zou blijven als het is, dan heeft het aan het eind van deze eeuw 100 miljoen inwoners minder dan nu. De autochtone bevolkingen, die krimpen als een scheet. Ja, ja, Spanje, Italië, daar krijgen mensen helemaal geen kinderen meer. Japan ook niet. Waarschijnlijk dat ze geen zin meer hebben om te vrijen, heb ik laatst gelezen. Dus. Ja, goed, het is ook een kwestie van mode, kennelijk. Dankjewel, Maarten. We zijn er doorheen. Ah.